Donovan, dan staan we hier, en dat is helaas niet voor het eerst, toch weer een beetje over blessures ook te praten. Ach ja. Dus dat eenmaal het bijhoudt bij voetbal is niet leuk natuurlijk, maar ik train weer mee met de groep, dus dat is positief. Ja, want het gaat weer de goede kant op. Jij bent op de weg terug? Ja, zeker. Ik heb weer met de groep mee getraind, dus ik voel me weer goed. Waar heb je nou precies last van? Van mijn adductor, dus net onder mijn lies. Tegen AZ schoot het erin in de verlenging, dus was ik 1 à 2 weken eruit. En dat is nu weer klaar, dus als het goed is ben ik weer fit. Is dat dan toch overbelasting in zo'n specifieke wedstrijd? Of had je iets kunnen doen om dit te voorkomen? Nee, dat is overbelasting, denk ik. Ik heb na mijn blessure weer veel wedstrijden gespeeld achter elkaar. En blijkbaar was die verlenging tegen AZ toch net iets te veel van het goede. Maar het had erger kunnen zijn. En ik train nu weer mee met de groep. Dus. Je hebt wel een goede serie van je club daardoor gemist. Of althans een deel van die goede serie. Ik heb 2 wedstrijden in de competitie gemist. Ik ben blij dat het goed gaat met het team. We hebben een goede rekening gezet en ik hoop dat we dat zo lang mogelijk blijven vasthouden natuurlijk. Voor jou was het dan niet eens zo vervelend dat die wedstrijd van vorige week niet doorging? Want bij het inhaalduel ben je er misschien weer bij. Het zou kunnen. Aan de andere kant, we zijn met een goede reeks bezig. Dus ik wilde gewoon dat het team die wedstrijd tegen Achilles gewoon zou 3 punten zou kunnen houden hier. Jammer dat die wedstrijd niet doorging. Aan de andere kant, ben ik er misschien weer bij in die volgende wedstrijd. Maar goed, het team is op dit moment het belangrijkste. En ik hoop dat we deze reeks gewoon zo goed mogelijk kunnen doorzetten. Ja, nu komt een blessure natuurlijk nooit gelegen. Dat is altijd vervelend. Maar misschien was het dit seizoen nog vervelend, omdat je best wel een pittige concurrentiestrijd aan het voeren bent. Nou ja, uiteraard, maar het is alleen maar positief dat concurrentie in het team gewoon heel goed is. En Sandrine doet het ook hartstikke goed, dus ik ben blij dat alle posities gewoon dubbel bezet zijn. En bij eventuele schorsingen of blessures dat er anderen weer opstaan. En dat is alleen maar goed voor het team, denk ik. Ja, want zie je dit ook echt als een seizoen om je toch een keer in de kijker te spelen om misschien een keer elders te gaan kijken? Zover kijk ik zelf nog niet. Ik wil gewoon dat het team gewoon dit seizoen gewoon optimaal presteert. En daar wil ik ook van een deel van uitmaken. En aan het eind van het seizoen dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Ja, want ik kan me zo voorstellen, juist voor jou ook, die al wat langer hier rondloopt. Ja, weer een jaar eerste divisie, dat je je wel achter de oren hebt gekrabbeld van ja, moet ik dit wel willen? Ach ja, die vraag heb ik zo vaak gehad. Ik heb het eigenlijk zo vaak gezegd, ik heb hier weer verlengd. Ik ben gelukkig hier en aan het eind van het seizoen loopt mijn contract weer af en dan zie je wel wat gaat gebeuren. Ja. Nu is het sportief rustig deze week, gelukkig, want de resultaten zijn goed. Ja. Maar dan op bestuurlijk niveau is Sparta wel in het nieuws. In hoeverre ben jij als speler daarmee bezig met dat soort berichten? Helemaal niet. Ik weet er eigenlijk helemaal niks van, dus het heeft voor mij geen zin om hierover te praten. Lijkt me ook het beste. Als een voetballer moet zich op het voetbal richten. Ja, wij richten ons op het voetbal. We zijn met een goede reeks bezig en wij moeten ons niet laten afleiden door andere dingen. En dat doen wij ook niet. En de groep wordt er nauwelijks over gesproken. Eigenlijk helemaal niet. Dus voor mij heeft het ook geen zin om hierop te antwoorden. Ten slotte, dan denk je MVV Sparta. Ja. Rutjes tegen Slijngaard, bijzonder verhaal. Allebei er niet bij. Dat is ook voetbal. Hij is volgens mij eigenlijk geschorst, dus... jammer voor hem, maar aan de andere kant is het wel leuk om hem weer te mogen zien. En kijk wel naar uit om hem weer te ontmoeten. Alleen is het niet tussen de lijnen dit keer, maar ik vind de jongen het beste.